Enkele leden van de Bomenbond kwamen donderdagochtend vroeg bij elkaar op de Lammermarkt. Ze wilden hun net afgeronde plan, waarom staat hier nog geen boom, aanbieden aan de gemeente. In het plan staan dus allerlei plekken, locaties, waar dus geen boom staat en waar soms vroeger wel een boom heeft gestaan. En waarvan wij denken, waarom staat hier nog geen boom? De bomenliefhebbers spraken niet toevallig af op het Leidse evenementenplein. Dit is een van de meest versteende plekken van Leiden. Ja, waar het eigenlijk onbegrijpelijk is dat er geen bomen staan. En de gemeente kan het natuurlijk het beste beoordelen. De gemeente gaat er natuurlijk ook over het bomenbestand, over het planten van bomen. Die weten waar bijvoorbeeld in verband met leidingen, kabels, onder de grond, geen geschikte plek is om bomen te planten. Dat is prima, maar de plekken waar het wel kan, daar willen we wel graag bomen. Tot teleurstelling van de Bomenbond was er, als gevolg van het zomerreces, niemand beschikbaar om het plan in ontvangst te nemen. De natuurvrienden lieten zich hierdoor niet uit het veld slaan en stapten op de fiets om hun plan persoonlijk bij de gemeente af te geven in het levelgebouw.